Sonderborg. Ja, Sonderborg slot. Dit is wel een leuk verhaal. Nou, jongens, meisjes, we zijn bij het volgende slaapplekje aangekomen. Een Airbnb. Ik heb nog nooit een Airbnb gedaan. Goedemorgen. We zijn wakker geworden, helaas. En het is nu... Nou, in onze grote kamer. Maar we hebben vandaag wel goed nieuws gehad. Ja, we slapen in een Airbnb. Ja, want het gaat vannacht onweren. Ja, dat heb ik wel goed nieuws, zeg. Ja, dat is perfect. Mijn spiegel, die heb ik nog niet. Nee. Ah, die mag je denk ik wel verlenen, Mark. Jawel. Ja, mag je wel verlenen, Mark. De sleutel. Naar het oh zo zonnige mooie kamertje. Het ruikt ook gewoon naar oud. Ja, want dit blijkt dus ook nog van ons te zijn. Ik zou daar lekker eten bij ons. Ik ga even douchen. Ik heb gisteravond ook gedoucht, maar ik wil nog een keer. Even ochtend wakker worden, jongen. Oh. We gaan vandaag naar Slot. En we gaan vandaag naar Sonderborg, Drasten en naar Noordborg. Nou, eet smaken. Ik ga douchen. Dat is het voordeel als je je huissleutel aan de auto sleutel. De huissleutel is tevens ook de badkamersleutel. Dat is mijn ding. Dus. Ik ken hem wel op slot. Ideaal. En omdat we geen gordijntje hebben, is het dit de ghetto oplossing. Gewoon een handdoekje er tegenaan. Hoppa. Nou, hey, eet smakelijk. Ik heb inmiddels gedoucht. Vanavond hebben we een leuke Airbnb. Bij Kali, ik weet niet hoe die vrouw heette. Kari. Inpakken en wegwezen. Hoe jammer. Ook kort twee muziek door elkaar. Ook mooi. Hier Diggy Dex, daar weer de weekend. Hey, ik ga inpakken. We hebben hier allemaal zooi nog liggen. We hebben nog 10 minuten. Weer door toeren. Ja, we gaan eerst naar Grassen. Ja. Ik zei het net verkeerd. Zo. Ik moet even een adresje opzoeken. Oké, we gaan nu naar Grassen, want we moeten even een ontbijtje halen. We zitten trouwens 20 meter boven de zeespiegel. Nu 25. Geen idee wat er gebeurt in die tussentijd. Even kijken. We gaan naar een supermarkt toe. Ik denk dezelfde als gisteren. Ja. Die was wel aardig groot. Ja. Nou, daar gaan we dus nu heen. We moeten even een ontbijtje halen. En ik heb gewoon trek. Dus. Deze keer doen we even andere routes. 3 minuutjes langer, maar dan heb je even een andere richting waar je heen gaat. Ga naar Fjord Velen en ga dan rechtsaf. Precies wat ik je dus zeg. Let's go, we gaan nu rijden. Ja! Morning, waar zijn we? We zijn bij de supermarkt. Ja. Dus we kunnen het vergelijken met een Aldi en een Action. Action? Dat heb ik. Lidl en een Plus. Het is de Superbrugsen. We gaan er gewoon heen, let's go. We gaan lekker ontbijt halen. Let's go. Ja, koffie ook als het kan. Weet je wat ik ga doen? Nou. Ik weet niet of je meedoet. Ik deed wel mee. Oh, ik ga er al in. Ja. Nou, ik doe ook mee met de Red Bull. Echt wakker worden. Oké, we zijn in Dibbel aangekomen. Dibbel, weet ik veel. En we zijn nu op een plek waar ik zelf een tijd geleden was. Ja, ze gaan op een graafplaats, dus ik ga niet te veel filmen. Het is wel weer grappig om hier weer terug te zijn, tussen aanhalingstekens. Ik zag opeens op een kaart zag ik Dibbel staan. Kijk, heel grappig als ik de vorige keer heb. Toen hebben we bij de Netto een pizzabroodje gehaald en een ander soort broodje. Die was zo smerig. Hier is dus die kerk waar ik het over had. Waar zijn we, Peter? Sonderborg kasteel. Ja, Sonderborg slot. Hij staat vandaag wel in de stijgers deze dagen. Maar we zijn hier bij de ingang. Twee binnen. Twee binnen. Met een erbij muziek. Zo, de ding is fijn. Zo, daar zijn we. Ja, ze hebben hier tegenwoordig een winkeltje gemaakt. Was hiervoor niet. Ja. Kun je hier zitten? Ja, kun je dus zitten tegenwoordig. Nou. Hier begint dus het museum. Om te weven of zo, denk ik. Ik weet niet. Nee, dit is om vuur te maken, of niet? Ik heb het gevoel dat ze hier op waren. Nee, joh. Nou, waar we nou weer beland zijn. Dit is exact waar ik de vorige keer ook gefilmd had. Lachen, jongen. We
een kleine wenteltrap. Het is wel leuk hier. Het is wel grappig. Ik heb natuurlijk alles al een keer gezien. Maar Peter, alles is al redelijk in het Deens. Lang leven, een iPhone met een Google Translate app. Dat ga ik jullie even laten zien, dat is wel lachen. Kijk, we hebben zeg maar een Google Translate app. En ik ga nu jullie iets laten zien. Dat is echt geniaal. Dit is de afstand. Het is hier te donker. Maar goed, je kan dus alles vertalen via je iPhone. Mooi hè? Allemaal oude troep. Nee. Kampioenschap voor de Kalevaren. Ja, toen ze kampioen werden, kreeg ze deze. Dat was de eerste keer. Hier is dus niet zo heel veel te zien. Hoi. Hoi, twee. Nee, niet drie. Oh, geen drie. Nou, lach joh. Lach jongen. Net, toen werd ze Michieland kampioen. Die werden ze als eerste, dus die hebben een gouden schaal gewonnen. Meer, heel veel dingen. Lach jongen. Ja, ze hebben jullie waren groot aan het maken, of niet? Ja. Cool. Lachen. Weet je wel, dan heb je brand en dan denk je van, goh, ik ga de brandweer bellen en dan komt dit aanrijden. De vuurwagen. Dat was toen denk ik echt luxe. Luxe, ja. Ja, dat je dan denkt, met een heel leuk meisje. Kun je hier dus helemaal niks ook. Nou, hallo. There's nothing here. Okay. It's stone. It's a wall. Ja, ik heb ook geen idee. Oh. Is dit niet gewoon de kelder waar je ingegooid wordt als je iets gedaan hebt? Een klein schilderij met een vleugeltje erbij. Ja, zit er dicht. Oh, kijk, daar gaat die grote boot die er net lag. Zo, ja, die gaat nu weg. Kun je niet echt met een bootje huren of zo? Of waarom? Oh. Kijk, daar heb ik een soort oorlogsbootje. Oh, die grijze? Ja. Geniaal. We gaan naar buiten. Oeh. Dan zijn we weer op de binnenplaats. Heerlijk wandelpad. Het is als het goed is de bakker. Het is heel spooky. Ja, echt hè? Maar geef toe, dit is toch een beetje spooky. Zijn we in de slotkerk. Hier hadden ze de diensten waarschijnlijk. Best. Nou, ik denk het niet meer. Het is best hoog. Maar ja, dat was het alweer. Hier kan je staan. Nee, ik denk het niet. Oh, Jesus. Jesus. Oh, dit moet even blurren. Nee, deze is open. Kamer door bewaak je helemaal op, Peter. Het ruikt hier naar de ontmoetingskerk. Nou, daar kom je niet zo vaak, maar... Zijn we al geweest. Maar dan weet ik precies niet waar we uitkomen. Maar ik denk weer bij die grote zaal. Ja, bij die grote zaal denk ik. Dit is wel een leuk verhaal, want die heeft een... Geen idee. Goed die. Welkom te zoeken. Zo! We zijn bij de bakery. Allebei. Wat ga je maken? Pizza! Kan je een pizzetje naar die redden zien? Ja? Ja, natuurlijk. Als je even... Vlammetje erbij misschien. Pizza. Hier, we zijn nu uit het kasteel. We hebben een gangetje. We hebben een of andere... Wat is het? Een bunker of zo, denk ik. Oh! Nou, we staan nu hierin. We staan nu hier ergens in. Cool. Kan je dik? Ja. Het is heel krap, dat zou ik niet doen. Nou, jongens, meisjes, we zijn bij het volgende slaapplekje aangekomen, een Airbnb. Ik heb nog nooit een Airbnb gedaan. We zijn aangekomen bij Gerry. Het is in Noordborg. We hadden voor €50. Er zit ook een haven volgens mij, dat heeft ze ergens een keer verteld. Zo'n 6 keer per zin.
Godverdomme. Ik heb al geslapen. Ja, stil vooral. Ja, ik was zo moe. Ik had zoveel hoofdpijn. Ik denk, ja, dat is een combinatie. Peter wil even de keuken laten zien. We maken wel de keuken. Ja. Dat was het. Nou, ja, het is een kleine radio hier. Maar het uitzicht vanuit de keuken is wel heel mooi. We hebben een hoek. We hebben huisdieren. Nou goed, dus op zich al met al is deze Airbnb oké, maar daar mag ik dus niet parkeren van er, maar hij staat er wel. Hij heeft melk en chocola. Ja, nou, ik laat jullie zo meteen even de rest zien. Het waait echt super hard, we moeten zo meteen eten in Sunneborg, dus we moeten een soort van haasten. Maar Gerry, ik heb mijn vier neergezet. Superleuk, we gaan door. Oh, wacht even. Hoe zit dit, joh? We zitten opeens de grote weg. Nou, leuk, allemaal autootjes. Dan hebben we een Renault Clio'tje er langs ons. Yay. En dan kunnen wij nu. Nou, we zijn nu onderweg naar Sunderborg. Daar hebben we zometeen een restaurantje waar we heen gaan. Even hier aan de kunnen. Kijk, nou weer even veilig. Welk restaurant gaan we heen? Jensen heen? Ja, Jensen's Buffhouse. Buffhuis. En we gaan naar, het is een vleesrestaurant. De ouders hier erg van volgens mij. Wee! Ah! Dat vind ik wel leuk hier, die steile weggetjes. Ja, hè? Wee! Ja. Zo, dat was lachen jongens. Scherpe bocht. Nou, we gaan nu onderweg naar het restaurant. Waar zijn we? Nou ja, Jezus, Buffhuis. Buffhuis. En we hebben hier ook wat lekkers gevonden, jongens. Zo wat lekkers. We eten sparrips. Medium cola. Medium. Holy shit, hè? Look at this. Lekker, lekker, lekker. Pompen de pop. Hoe waren ze? Lekker man. Mals. Maar zeker. Ja. Zo, lekker Martin Garrix aan. Lekker. Lekker. Nou, ik zet hem weer uit. We zijn weer bij... Bij ons Airbnb'tje. Ja, het topvliegertje. Topvliegertje. Zo noemen we het. Wil jij vertellen wat we hebben gehad op het weekend? Ikke. Ja, jij wilt vertellen. Nou, dat jij ging het vertellen, zei je dus. We hebben net allebei zo'n Pokémon packie gekocht. Hij heeft die. Ja, jij hebt die. Ik heb deze dan. Ik heb Lugario erbij genomen. Hij heeft Lugario, ja. Ja, joh. Nou. Ik ga dan lekker op de Harbor uit pakken. Nou, ik denk dat dat niet heel slim is, want die dingen waaien weg. Ik ga jullie wel even laten zien. Kijk, deze pik mee. Deze. Ik heb Lugario. En inderdaad. Karlsberg. We hebben Karlsberg bier. Ik heb wel gehoord dat ooit de sponsor was van Liverpool, volgens mij ooit. Dus daar ken ik de naam van. Het zegt mij wel. Je hebt er ooit. Hey, Adela! Hey. Daar loopt de kat, jongens. Bij de Harbor. We hebben Karlsberg bier. Sponsor van het Deense elftal. En dan de Pokémon kaarten die we straks gaan unboxen. Kijk dan, op het terrein van de farm, met deze kat, die heeft gewoon een kleintje. Hey, luister, we hebben een hele mooie kamer. Dit is onze Airbnb. Het is echt heel erg mooi. Oh nee, dit zag er nog goed uit. Nee, onze... Welkom in onze meidenkamer. Je bent nog trouwens. Dit is de meidenkamer. Nou, ik ben al bezig. Yeah. Zo nog een keer. Okay. Bankje, die zit wel oké. Dat is een prima bankje. De lamp is iets met goed weggewerkt. Dan hebben we hier het gedateerde bed. TV, dat is wel oké. Alleen deze zenders. Uitzicht op de Harbor. We hebben hier de telefoons en de oplader liggen met een stekkerblok. Hier lig ik, hier heb ik al geslapen zelfs. Daar gaat Peter slapen en dat is het. Maar goed, weet je. Het is goed voor een nacht. Morgen gaan we naar Odense. Dus. En ik wil even de badkamer laten zien. Let me take you over there.
Dat wordt groot, denk ik. Dan hebben we hier de badkamer, douche, spiegel, daar. Dan hebben we daar de dinges, raam, wc, oh top, zo werkt dat dus. Ga ik mijn camera onscherp, oh ja, top. En daar de wc, hier een stoel, kan je kijken naar degene die douche of zo, weet ik ook niet. Dat is wel een ding, want hier kunnen we geen handdoek ophangen, zeg maar, dat is wel een ding. Nee, ik heb een... Oh. Opgelost! Nou, we hebben. Het is beter. We gaan nu even kijken naar hotels in Odense. Want we moeten morgen ook weer gaan slapen. En we wilden eerst in een tent slapen. Alleen het probleem is dat als je nu in een tent gaat slapen, morgen bedoel ik. De dag daarna gaan we naar Legoland. Ja. We moeten ook nog kijken hoe het met testen zit. Dus. Want wij moesten bij het restaurant coronatest laten zien. Gelukkig hadden we hem. Ja. Maar goed, dat is nog een heel ding. Dus dan gaan we zo meteen even checken. En. Nu gaan we voor hotels kijken. Let's go! Nou Peter, wat gaan we doen net voor de onweer? Naar de harbor. We gaan even naar de harbor. Echt nu al leuk. We gaan even kijken of Gerry daar ook is. Gerry? Gaat ze tegen ons praten? Ja, 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 ja. Nou, we zijn inmiddels bij de haven aangekomen waar Gerry ook zou zitten. Volgens mij moesten we hier echt kijken. Harbor, dames en heren. Waar Gerry het over had. Ja, verbind even met de wifi. Midden in je foto. Ja man. Prachtig. Mooi man. Mag ik even een fotootje maken? Dankjewel. Ik druk net op filmen. Ik weet niet of jullie dat horen, maar in Nederland noemen we dat onweer. Nee, het gaat zo onweren, dus dat is wel even een nadeeltje. En het klinkt alsof het heel hard gaat onweren zo meteen. Maar goed, gelukkig hebben we nog... We hebben eindelijk kaarten waar we mee kunnen spelen. Laten we ze eerst uitpakken. Daar is onze Airbnb alweer. We hebben een hotel gevonden vanmorgen. In Odense. Ja, het Cabin Hotel aan het spoor. Dus als we echt niet meer willen, dan kunnen we gewoon een einde eraan maken. Nou. Nee, echt zin in man, echt zin in. Ik ook. Je hebt dat raam, dat ben je. Grijs en grauw. Let's go. Het ziet er niet best uit. Helemaal niet. Nou goed, gelukkig. Ik kan je wel helpen. Zodat het bier staat koud. Nou, het bier staat nu warm, maar... Nou, en nu dat je echt heel ver komt, maat. Een beetje dood geëlektrocuteerd wordt, dus let's go. Oh, er zit een raam achter. Hallo. Hallo. We hebben Pokémon kaarten gekocht en die willen we even uitpakken. We hebben twee hele mooie doosjes. Ik heb... een podium. En ik heb Lugario. Ja. Ik moet er nog uit gaan pakken. Dat waren ze of vier pakjes, 30 euro. Nou, hier. Nou, hier heb je Lugario en podium. Oh, ik heb er veel meer. Nee. Nou, dat kan wel leuk zijn, hoor. We hebben vier pakjes met 10 pakjes. Je hebt hier, deze ken ik niet. Nee, ik ken Pikachu, Lapras en Gyarados. En zeg nog, de Red Gyarados hebben we. Het lijkt eerder op Digimon bij mij. Een polio. Ja, met dit. Voorzichtig ook maar, want het is best wel snel die dingen open. Ik heb nog een lekker spannend op de achterkant. Op de voorkant. Nou jongens, bedankt voor het kijken naar deze video van deze vlog van vandaag. Bedankt voor het kijken. Ja, we hebben vandaag een drukke dag gehad. Ja, hele drukke dag. Hebben we heel veel gedaan vandaag? We hebben toch best wel veel gedaan. We zijn naar het museum geweest. Ja, dat doe je. We zijn het eten geweest. We hebben best wel een leuk dagje gehad. We hebben even rustig aan. En morgen gaan we naar Odense, gaan we naar Ikea. We hebben een hotel. Een hotel. Gaan we naar Ikea? Dat is toch uniek? Ja. Ik wil zeggen, even een beetje een nieuwtje kijken daar zijn. Ja. Dan kunnen we daar wat eten. Ja. Het restaurant van de IKEA. Weet het niet. We hebben daar een heel leuk hotel. Zit aan het is in het centrum aan het station. Dus dat is ook wel weer lekker centraal mooi. Met privé parkeerplaats. Gratis internet. Internet. Nou, we gaan jullie wel missen hoor. Ik heb het niet eens. Nee, tuurlijk kan ik niet eens. Vinger in de reet.
Naast dat stukje peper wat ik erin heb gekocht. Godverdomme. Nou jongens, laten rusten. Tot morgen. Ja, we zien jullie morgen weer. Later! Tot morgen! Ik. Ja. Nou, dat had ik niet anders verwacht.